En daar waar je je hebt teruggetrokken uit je lichaam, daar wordt het wat kouder, daar verkrampt het zich. En zijn de bloedvaten ook wat meer dicht. En eigenlijk is dat om je... Het is een beschermingsmechanisme. Je te beschermen tegen de impact. Ja, wat een hele mooie. Ken je het niet? Daar zit zo'n kreeft. Ik heb het nog nooit gezien. We hebben hier een kreeftje. Ja. En dat is helaas een plaag. Ja, maar ik weet niet of dit een plaag is. Is dit een goede kreeft? Ik heb geen idee. Nee. Ik ook niet. Hier zitten mamakreeftjes. Ja. Maar dit lijkt mij gewoon een... We kwamen net samen met een kwam ik een paar wandelaars tegen en zagen we dus dat rivierkreeftje. En ik had het dus net over die delen in je lichaam die gespannen zijn. En hoe synchroon is het dat dat ik dan een kreeftje tegenkom. En die zijn natuurlijk van zichzelf gepantserd. Oh kijk, en dit is die rups die... Waar die mevrouw het over had, die ik net tegenkwam. En die heeft dan weer allemaal stekels. Nou, hoe grappig is dat? Dus net een kreeftje met een panzer. Maar je kan natuurlijk ook al je stekels opzetten. Dat is natuurlijk ook een manier. Dus dat is meer een vechtmanier. Dus je hebt het vluchten in pantsering, zou je bij wijze van spreken kunnen zeggen. En het vechten door al je stekels op te zetten. Net als die rups. Maar dus bij een behandeling kom ik dus die pantsering tegen. En er zijn ook therapieën en dat noemen ze de-armoring. Dus dat je het panzer ook oplost. Door bepaalde technieken. Maar ik ga er met mijn handen naartoe. En de aandacht. En dan lossen we het panzer ook op. Van binnenuit. En wat er dan gebeurt. Is dat je weer tot leven komt. Het gaat daar weer stromen. En je komt vanuit die bescherming weer terug. Tot leven. En tot actie. Want stel je krijgt ook sombere gedachtes van die aanspanning, die verkramping. Dan komt er ook weer ruimte voor andere gedachtes. En creativiteit. Hoe mooi is dat?